Zwijndrecht krijgt een ander gezicht in de omgeving van het spoor. Nieuwe woningen, kleinschalige kantoren en winkels gaan zorgen voor een groen stedelijk karakter. Dit is onderdeel van de grootschalige vernieuwing van de spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht. Een gebied met maar liefst 7 NS-stations ontwikkelt zich tot een nieuw woon- en werkgebied. Met in Zwijndrecht ongeveer 1300 woningen. In 2018 is gemeente Zwijndrecht begonnen met planvorming. Plannen om deze buurten te vernieuwen lagen er al lang, maar ze waren niet van de grond gekomen. Deze keer wilde Zwijndrecht dit anders aanpakken. Zonder groots, vooraf bedacht plan, maar pragmatisch en stap voor stap uitvoerbaar. Wat belangrijk was in de ontwikkeling was dat we vertrouwen kregen. Vertrouwen door de gemeenteraad, vertrouwen door de wethouder en ook het vertrouwen van beide aan de ambtelijke organisatie. We hebben deze keer een pragmatische aanpak gekozen en dat was anders dan anders in Zwijndrecht. We zijn uitgegaan van een storyline en niet van verbeeldingen, plaatjes die we eerst al gemaakt hadden. Waardoor we ook vervolgens met onze samenwerkingspartners alles konden uitwerken. Liesbeth, stationskwartier valt uit elkaar in verschillende deelgebieden. In die deelgebieden werken Woonkracht 10 en de gemeente ook samen. Maar die deelgebieden hebben wel een andere opgave. En die andere opgave betekent ook dat we op een andere manier samenwerken. In het Maasterras hebben we een tenderprocedure die tot uiting komt in een partnerselectie. En in de Indische buurt zijn we bezig met een concurrentiegerichte dialoog om tot een marktpartij te komen. Merk je nou in die samenwerking daar veel verschil in? En wat zijn de ervaringen daar nu in? Nou, sowieso is de samenwerking in beide situaties hartstikke goed, maar onze eigen situatie is anders. Bij Maasterras, daar verkopen wij eigenlijk de grond aan de ontwikkelaar. En proberen we de opbrengst terug te ploegen naar wat we hier in de Indische buurt volkshuisvestelijk voor de mensen willen betekenen. En dat betekent dat je hier kwaliteit wil toevoegen, dat je wil werken naar een veerkrachtige buurt met mooie kwalitatieve sociale huurwoningen. Is daar ook vanuit Woonkracht 10 nu ook een verandering in dat jullie nu meer naar conceptueel bouwen gaan en turnkey levering? En hoe zijn daar de gedachten over? Kijk, je staat hier nu op de Sumatralaan bij het eerste deel, hè, fase 1, 29 conceptueel gebouwde woningen. Dat bevalt ons goed, met name de prijsdrukking ook. Hè, want wij willen wel tot de eerste aftoppingsgrens in de huur kunnen verhuren. Dat geldt overigens niet voor alle producten van Woonkracht 10. Maar je moet dus kunnen differentiëren en je zult dus samen moeten spelen met de kwaliteit die je wilt leveren per huursegment of per verkoopsegment. Waarom ben jij zo trots op die samenwerking? Nou ja, ik vertelde samen thuisgeven, maar dat kun je dus niet alleen tussen de gemeente en de woningcorporatie. Daar heb je ook de projectontwikkelaars bij nodig. Ook de aannemers, en dat is natuurlijk een open deur. Maar wat ik ermee bedoel is dat je strategische partners nodig hebt, waar de V van vertrouwen met stip op 1 staat. Ook in de wijk Noord, een ander deel van district, zien de gemeente, inwoners en ondernemers kansen voor verbeteringen. Afgelopen najaar heeft in Noord een intensief participatieproject plaatsgevonden om de ontwikkeling van deze wijk voor de lange termijn te bepalen. Allereerst geldt dat Trivieren heel veel woningen heeft in de planetenbuurt. En wij willen graag dat iedereen trots is op de planetenbuurt en dat veilig en fijn wonen is daar. En dat betekent dat de woonkwaliteit van de woningen die daar staan, die moeten verbeterd worden. En dat doen we gedeeltelijk door de woningen te renoveren en een ander deel te vervangen voor nieuwbouw. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over de stenen en de woningen. Het gaat natuurlijk ook over de buitenruimte, de omgeving. Zorgen dat er goed groen is en dat de natuur daar ook zijn plekje heeft en dat er het water is, het blauw, dat het ook in de wijk weer terugkomt. We weten nu al dat niet iedere bewoner, ook al zou hij of zij dat graag willen, kan terugkeren. Dat vinden we jammer. Maar het is wel zo dat het ongelooflijk belangrijk is om aandacht te schenken aan die mensen die weer terugkomen in de wijk, iedere nieuwe bewoner, dat je met elkaar wat wij noemen een beetje community building doet. Dat je met elkaar kijkt.
wat iedere nieuwe bewoner zal willen betekenen. Voor de buren, voor het complex, voor de wijk en de buurt. Zodat je op die manier zorgt dat het leven en het wonen in die wijk een beetje mooier wordt. En dat is wat wij graag op die manier extra willen ondersteunen. Om die start in die wijk, nadat alles klaar is, weer een beetje mooier te maken. Meer weten over het nieuwe zwijnrecht? Kijk op district.nu. District met een Z. En meld je aan voor de nieuwsbrief.